allemaal. Welkom bij deze nieuwe DIS-online sessie over de Groene Batenplanner. Ik wil jullie vragen allemaal je microfoon uit te zetten gedurende deze sessie, omdat het wel eens kan rondzingen. Weet ook dat we de sessie opnemen. Dus als je niet in beeld wilt, is dit het moment om je camera uit te zetten. En tenslotte nog een huishoudelijke mededeling. Als je vragen hebt, dan kun je die in de chat stellen. Dan zorg ik ervoor dat de vragen gesteld worden. Ook aan het eind van de sessie hebben we nog een interactief moment. Dus ook dan kun je vragen kwijt. Nou, deze Groene Batenplanner is een prachtig mooie toepassing van van het stelsel, zeg maar, van geobasisregistraties. Met daaraan nog extra informatie uit de omgeving toegevoegd. We gaan zien hoe dat er in Amersfoort wordt gebruikt. En ook hoe dat in Zwolle gebeurt. Van de RIVM hebben we Ton de Nijs, Joyce Zwartkruis en John Verberne. Die vertellen hoe de Groene Batenplanner werkt, hoe die tot stand is gekomen en wat we daarmee willen bereiken. Maar allereerst gaat onze architect van DISGEO, Bart-Jan de Leeuw, jullie iets vertellen over de context van geobasisregistraties waarbinnen deze mooie toepassing past. Dus Bart-Jan, neem ons mee. Dankjewel, Margriet. Ik deel het scherm. Ziet iedereen dat? Okido. Ja. Nou, even welkom in context. Namelijk, DISGEO, de doorontwikkeling in samenhang van de geobasisregistraties, werkt vanuit de behoeften van gebruikers. Daar hebben we een breed onderzoek onder gebruikers voor uitgevoerd. En daaruit kwam naar voren dat de gebruikers behoorlijk tevreden zijn over de kwaliteit van de geobasisgegevens die we als overheden met elkaar bijhouden. En dat de waarde nog zou kunnen toenemen als we het gebruik van die gegevens nog makkelijker zouden kunnen maken. En als we ook voor elkaar zouden kunnen krijgen dat die gegevens in samenhang makkelijker bruikbaar zijn. Dat betekent dat we wat moeten investeren in de dienstverlening en de kennis voor die gebruikers. Zorgen dat het bekend is en gemakkelijk gemaakt wordt. Het vereenvoudigen van de ICT-voorzieningen en verstrekkingsproducten die je bij dat gebruik nodig hebt. De samenhang en de eenduidigheid van de data die over die verschillende basisregistraties verdeeld staat te vergroten. En om specifieke informatiebehoeften van bepaalde doelgroepen te kennen. Om op die manier in te kunnen spelen met die algemene voorzieningen van die geobasisgegevens op die informatiebehoefte die er leeft. Nou, daar hebben we een plaatje dat we als praatplaat gebruiken bijgemaakt. En dat ziet er zo uit. Je ziet een huis vol verdiepingen waar eigenlijk al onze maatschappelijke opgaven zijn afgebeeld. Dingen die we in het land voor elkaar willen krijgen. Van de energietransitie met de zonnepanelen en de windmolens. Tot de woningbouwopgave die we hebben. De omwenteling van de hele natuur- en stikstofproblematiek. Al die maatschappelijke opgaven die kunnen niet worden behaald. Kunnen niet worden aangepakt zonder het fundament van goede geodata waarop dat huis gebouwd wordt. Nou, dus DISGEO werkt eigenlijk aan dat fundament van geodata dat je onderin het plaatje ziet. Maar de toepassing van die geodata in die maatschappelijke opgave op die verdiepingen, ja, die vereist natuurlijk instrumentarium, zeg maar een hijskraan en ander gereedschap om te zorgen dat die data kan worden ingezet. Nou, de sessie die we vandaag houden, die kijkt eigenlijk naar partijen die bezig zijn om te zorgen dat er hijskranen zijn waardoor je die geodata, gereedschappen zijn, kunt toepassen in die maatschappelijke opgaven, zullen we zien. Dat is ook precies de bedoeling dit jaar van het DISGEO-programma. We werken toe naar voor gebruikers één samenhangende nationale geoinformatieinfrastructuur. En daarom zijn we dit jaar de aansluitstrategie voor gebruiksvelden aandacht aan het geven. Komend kwartaal focussen we op die woningbouwopgave die er speelt.
We werken aan een voldoende breed productenpakket om alle gebruikers te bereiken. Zowel de specialisten als de generiekere gebruikers die professioneel aan het werk zijn. Als ook burgers en particulieren die geen speciale tools hebben. Die willen we ook bedienen met het productenpakket van die geodata. En we hebben speciale aandacht voor intermediairs. Dus partijen die de boel oppakken en dat weer omsleutelen, samenhangend brengen naar gebruikersvelden toe. En daarvan hebben we er ook een aantal in de sessie vandaag aanwezig. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Want je krijgt het alleen maar voor elkaar als je het met z'n allen doet. Nou, dat even als welkom en context. En dan gaan we over naar de Groene Waterplanner van het RIVM. En geef ik graag het woord daarover aan Ton de Nijs. Goedemorgen. Mijn naam is Ton de Nijs, ik ben van het RIVM, van het Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid. En we werken al een aantal jaren aan de ontwikkeling van de Groene Waterplanner, met name in opdracht van het ministerie van LNV. En ondertussen ook in opdracht van het ministerie van VWS. Wat we zien is dat de groen in de stad bijdraagt aan een aantal maatschappelijke opgaven. En daar gaat het met name om. Gezondheid, klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, biodiversiteit en dat soort aspecten. Groen draagt daaraan bij. Terwijl we ook aan de andere kant zien dat groen in de stad in de loop van de tijd alleen maar is afgenomen. Dus aan de rechterkant van dit plaatje zien jullie de afname van het groen over verschillende periodes. Dit is een kaartje van wat ik van Imagen heb ontvangen. En zij hebben bepaald dat eigenlijk het groen eigenlijk tot 2006 eigenlijk alleen maar afgenomen is in het stedelijk gebied. En alleen de laatste 10 jaar is dat weer gaan groeien, zeg maar. Als we kijken naar de waarde van groen, dan zijn daar verschillende waarden aan te koppelen waar we ons niet zo van bewust zijn. Ik ga in dit plaatje altijd met de klok mee en dan begin ik altijd met wind- en geluidsproductie. Groen, bomen in de stad zorgen dat er minder wind is, dat het minder hard waait, en groen zorgt ook voor dat geluid zich minder snel verspreidt. Groen op een onverharde bodem zorgt namelijk voor een beetje demping van de hoeveelheid geluid. En als er maar voldoende groen is, dan werkt dat behoorlijk door. Groen zorgt ook voor absorptie van regenwater in de stad. Dus al die zware regenbuien, als we zeg maar verstening weghalen en we leggen groen aan, dan kan er meer regenwater geabsorbeerd worden. Het zorgt voor klimaatcontrole in de stad. Die bomen die zorgen ook voor iets van verhoging van de luchtvochtigheid en ook voor verkoeling in de stad. Dus als je onder die bomen staat, dan heb je het ook minder warm. En het hele hitte-eilandeffect in groene steden is minder groot. Groen draagt ook bij aan de zuivering van de lucht in de stad. Dus het neemt iets van de fijnstof weg. Ook stikstof wordt weggevangen door de bomen en er wordt ook CO2 opgenomen door die bomen en ze stoten natuurlijk ook weer zuurstof uit. Daarnaast biedt het zeg maar habitat voor allerlei beestjes, vogeltjes, muizen, eekhoorns en ook beestjes op de bodem en in de bodem, zeg maar. Het levert ook voor de mensen een aantal diensten op. De relaties met de gezondheid worden hoe langer hoe duidelijker. Er verschijnen steeds meer papers dat groen ook bijdraagt aan gezondheid. En het zorgt ook dat we ruimte hebben om te recreëren en te ontspannen. Nou, uiteindelijk draagt groen ook bij aan het onroerend goed. Omdat zeg maar de waarde van het onroerend goed gaat iets in prijs omhoog. Afhankelijk van de grootte van het groen, zoals we dat later zullen zien. We berekenen die baten met de Groene Batenplanner. Dat is een model wat gebruik maakt van een serie basiskaarten. Daar maken we gebruik van een groot aantal van de basisregistraties. De basisregistratie grootschalige topografie, de basisregistratie ondergrond, de basisregistratie gewasparcelen en de basisregistratie adressen en gebouwen. En daarnaast gebruiken we informatie van het CBS over het aantal inwoners,
En remote sensing kaarten, zeg maar, van waar het groen zit. Dat wordt bepaald op basis van infraroodbeelden en de LIDAR data. En daar hebben we allemaal verschillende ecosysteemdienstmodellen aan gekoppeld die de baten voor gezondheid, voor fysieke activiteit, luchtkwaliteit, verkoeling en die bijdrage aan vastgoed en waterberging uitrekenen, zeg maar. Als we dan kijken naar groen en gezondheid, dat is gebaseerd op het proefschrift van Jolanda Maas, die verbonden is aan de VU. En daar kunnen we eigenlijk de vermeden gezondheidskosten op berekenen. Als er meer groen is, zijn mensen minder vaak ziek en zijn ze ook meer op hun werk en dat levert een aanzienlijke baat op. Voor fysieke activiteit maken we werk van het onderzoek van Jochem Klompmaker aan de Universiteit van Utrecht. En het werk, een model van de World Health Organization, wat ook een relatie legt tussen groen en gezondheid. Voor verkoeling willen we gebruik maken van het standaard hittestressmodel. We zijn nog niet zover. We hebben ook al luchtkwaliteit in zitten. Fijn stof rekenen we uit wat daarvan de baten zijn. Geluid willen we erin gaan brengen. En naar de andere baten van groen kijken, dan kijken we nu naar gewoon groen. Dat is het straatgroen, dat zijn de bomen in de straat, dat zijn de plantsoenen. Alle groen levert eigenlijk al op een bepaalde afstand een bijdrage van die WOZ-waarde van 5%. En als het heel attractief groen is, dan neemt dat toe met 10%. En als we het spreken over nationaal groen, dan hebben we het over de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en de kuststrook, zeg maar. Dan kan dat wel oplopen tot 15% van de WOZ-waarde. Nou, groen draagt bij aan waterberging. Dus al het water wat op groen valt en de bodem ingaat. En dat zorgt ervoor dat het rioolstelsel minder belast wordt en minder gebruik hoeft te worden. En dat zorgt er dat we daar minder kosten aan alle waterzuivering uitgeven. Groen draagt bij aan de opslag van CO2. En als de CO2-prijs toeneemt, dan zal ook die baat toenemen in de tijd. En de productie van hout en groen draagt natuurlijk bij aan het versterken van biodiversiteit. We hebben het model eigenlijk voor de eerste keer toegepast in 2018 voor het doorrekenen van de groenvisie van de gemeente Amsterdam. Dat hebben we gedaan samen met het stedenbouwkundig bureau De Urbanisten. En daar kunnen we dan dit soort kaartjes uitrekenen. Dit is bijvoorbeeld het vermeden arbeidsverlies door groen. Dat is gebaseerd op dat werk van Jolanda Maas. En dan zie je dat dit is het groen, zeg maar, wat er is en wat het aan bijdrage levert aan de gezondheid in de stad. En eigenlijk die getalletjes die je ziet, dat zijn euro's per 100 vierkante meter. Dus dat gaat uiteindelijk levert dat een aanzienlijke baat op sommige plekken. Dat is met name in wijken waar je relatief weinig groen hebt en waar je groen gaat toevoegen en waar veel inwoners zijn, dan neemt die baat sterk toe. Dit zijn de verschillende waarden van groen die we uitrekenen met het model. Je ziet met name dat die vermindering van die zorgkosten, hè, dit waren drie scenario's die we doorgerekend hebben. Groen dichtbij, groen-blauwe verbinding en stadsparken. En dat nieuwe groen, dat levert dan een baat op, bijvoorbeeld hier die vermindering van die ziekteverzuim. Dat levert tot 47.000 euro per hectare per jaar op. Dus dat komt ieder jaar komt dat terug. Dus dat zijn aanzienlijke bedragen wat qua maatschappelijke baten. Dan die vroegtijdige sterfte, dat heeft te maken met het fietsen. Als er meer groen is, dan fietsen mensen meer en dat levert ook een aanzienlijke baat op. Dus zo kun je die verschillende baten kun je uit gaan rekenen. Daar is discussie over. Maar het gaat om de orde van grootte. En wat je hier ziet is dat die baten van groen eigenlijk hoger zijn dan de baten van de landbouw in het landelijk gebied. Want daar heb je eigenlijk baten van. Nou, als het een hele goede akkerbouwgrond is, dan levert dat 1200 euro of 1300 euro per hectare per jaar op. Ja, voor mij, Ton, die PM10 bovenin, is dat iets met stikstof of zo? Bij PM10, dat staat voor particulate matter en dat is fijn stof. Dus dat wordt uitgestoten door auto's en dat levert eigenlijk gezondheidsschade op. Zeg maar.
dat is eigenlijk maar heel weinig wat door die bomen wordt weggevangen. Maar het doet wel wat en dat levert ook een kleine baat op, zeg maar. Oh ja, dankjewel. Gaan we nu over naar John. Goedemorgen, mijn naam is John Verwerne. Ik verwacht een nieuwe slide. Ik ben softwareontwikkelaar voor het RIVM en in het teamverband heb ik samen met modelontwikkelaar Willem Deursen een REST open API ontwikkeld die voor iedereen toegankelijk is. Om daarvan gebruik te maken heb je een API key nodig en zo direct zal op een documentatiepagina getoond worden dat waar je die zou kunnen aanvragen. In deze online sessie worden twee oplossingen gedemonstreerd, eentje door S3 en eentje door Tygon, die een eigen voorkant hebben gemaakt voor het gebruik van de API van het RIVM. En de API die draait op een Microsoft Azure Cloud. Dus we zijn redelijk schaalbaar. We kunnen dat op afstand best goed monitoren en de capaciteit ervan vergroten. Bij de aanroep van de API wordt jouw plan die je in maatregelen in de GeoJSON hebt weergegeven. En een API key aangeboden en daarmee kunnen wij een berekening starten. De modelberekening vindt plaats in een raster van 10 bij 10 meter. En we gebruiken van ongeveer 20 verschillende kaarten die dus in dat raster ingedeeld zijn. De modelberekening vindt eigenlijk in drie stappen plaats. Eerst wordt een soort referentieberekening gedaan, een soort nulmeting. Daarna wordt er een berekening uitgevoerd met de door jou aangeleverde maatregelen. En vervolgens worden die beide resultaten van elkaar afgetrokken. En dan krijg je een resultaat in een elftal baten die je in een soort score beschikbaar krijgt. De toepassing van die score werkt het best als je verschillende soorten plannen eigenlijk naast elkaar laat uitrekenen. En dat je die scores van die baten met elkaar gaat vergelijken en kan helpen met het onderbouwen van een te kiezen voorstel. Dit leg je uit, John, aan de hand van deze architectuurplaten. Ja. En je legt die groene vlakken aan de rechterkant uit die in het plaatje staan weergegeven. Ja. Ik kan me voorstellen dat er kijkers zijn in de sessie die denken van, maar wacht even, wat is dan de relatie met dat beginplaatje zoals ik het liet zien met de geodata als fundament? Laten we dat even visualiseren. Dus als we de gebruiker en de platformen die gebruiker ter beschikking heeft, die bevindt zich feitelijk in een van die opgaven. In het begin van het verhaal hadden we het over dat datafundament met die opgave, die maatschappelijke opgave. Het instrumentarium wordt eigenlijk aangeboden via die platformen in blauw. En jullie groene batenplanner, het groene gedeelte op je Microsoft Azure platform, dat haalt zijn kaartlagen en data eigenlijk uit dat geodata fundament wat in het begin van het plaatje onderin werd getoond. Zo heb ik het goed begrepen, hè? Ja, dat is helemaal correct. Dus kunnen mensen dan ook zelf aan de slag met die internet beschikbare API die daar staat? Ja, inderdaad. Daarvoor heb ik een paar schermafbeeldingen meegenomen die dat inzichtelijk maken. Alle API-aanroepen die zullen vergezeld moeten gaan van een API-key, omdat we een stukje identificatie willen doen. Die kun je straks aanroepen via de documentatiepagina. En die twee partijen die een eigen implementatie hebben gebouwd erop. Die hebben dus binnen hun eigen omgeving een vertaalslag gemaakt van ingetekende plannen. Die worden dan vertaald naar een GeoJSON die aan de API aangeboden kan worden. En de resultaten daarvan worden dan binnen die programmatuur zichtbaar gemaakt en raadpleegbaar gemaakt. En dat geldt wel zowel voor SI als voor Tygon. Nou, daar gaan we met elkaar natuurlijk naar kijken wat verderop in de sessie. Ja. Dat lukt misschien weer goed om precies aan te geven hoe dat ook anderen, zeg maar, dit goede voorbeeld zouden kunnen volgen.
Ja, het doel van de technische stukken wat ik nu aan toelicht. Daarin proberen we eigenlijk te laten zien dat het vrij eenvoudig is om zelf rechtstreeks met die API te kunnen praten. Als je tenminste een beetje binnen het geodomein kennis hebt. We hebben een documentatiepagina gemaakt die tevens de ingang van de API zelf is. Op de pagina vind je een aantal aanroepen en de twee belangrijkste daarvan zijn de onderste voor de gebruiker om een API-key aan te vragen. Daarvoor hoef je alleen maar je e-mailadres op te geven en dan krijg je direct een API-key. Dat is een token van ongeveer 32 tekens. En die aanroep assessment request kun je dan gebruiken door je API-key en je GeoJSON plan aan te bieden. En dan kan het model een berekening uitvoeren. Wat kun je te weten komen als je naar die measures of naar dat model? De measure is een hulpmiddel. Het model werkt eigenlijk met een 32 vooringestelde maatregelen. En de maatregelen variëren van groene daken tot wateropslag tot bomen. Maar er is een use case die zegt van ik zou mijn eigen maatregel willen definiëren. En daarvoor zijn die drie methodes, de measures, eigenlijk in het leven geroepen. En daarmee zou je je eigen maatregelen kunnen definiëren. Het is een onderdeel van een stukje gevorderde toepassing. En met model zou je kunnen oproepen welke kaartlagen er voor een specifiek model gebruikt worden. Op dit moment worden alle modellen in één keer aangeroepen. En kan je ook raadplegen welke kaartlagen er eigenlijk gebruikt worden. En die kaartlagen worden zelf weer binnen de maatregelen gebruikt. Dus vandaar dat je de modelaanroep ook nodig hebt om uit te zoeken van hoe je de maatregelen kunt samenstellen. Ik vind hem duidelijk. Als er vragen over zijn, dan zet ze even in de chat, mensen. Nou, dan heb ik nog twee handige tools die wij zelf ook veelvuldig gebruiken om geodata en geoinformatie te valideren of te visualiseren. We hebben een tooltje dat is niet door ons ontwikkeld hoor. Dat is gewoon een open source product wat je gewoon in je browser kan aanroepen. Het is een tool waarin je een GeoJSON document kunt inlezen en dat wordt direct gevisualiseerd op de kaart. En houd dan ook rekening met de geolocatie waar jij je plan hebt ingetekend. Het was voor ons altijd een hulpmiddel om even te valideren van hebben we een juiste GeoJSON. En op de volgende slide hebben we nog een tool dat heet de Postman. En daarmee kan je een API call eigenlijk zelf uitvoeren. Hoef je geen programmeerkennis te hebben. De tool helpt je om op basis van die gegevens die je nodig hebt om in te vullen, een API call uit te kunnen voeren en dus ook rekenresultaten te bekijken. Ik wil wel benadrukken dat dit een hulpmiddel is om te begrijpen hoe je API werkt en welke resultaten je terug kan krijgen. En dat je het van daaruit een stukje doorontwikkeling kan uitvoeren die je in je eigen programmatuur zou willen toepassen. Ja, het zijn eigenlijk de hulpmiddelen voor ontwikkelaars om aan de slag te kunnen met de Groene Waterplanner en het te kunnen benutten in hun eigen omgeving. Hè? Ja, inderdaad. Intermediairs. Nou, hartelijk bedankt, John. En ook Tom voor deze informatie. Iedereen kan deze technische sheets terugvinden op onze website. Hè. We gaan dit uiteindelijk ook allemaal op de DISGEO website publiceren. We moeten ons een beetje aan het tijdschema houden, dus vandaar dat ik inbreek. En wij willen heel graag nu kijken hoe deze techniek wordt gebruikt in de praktijk. En daarvoor hebben we gemeente Amersfoort bereid gevonden om te laten zien hoe dat in de wijk Schruilenburg is gebruikt. Hedy van Dijk van de Tigran Engine, die gaat ons eerst wat laten zien hoe die Tigran Engine in de praktijk eruit ziet en hoe dat werkt. En vervolgens ook Jaap Belo van de gemeente Amersfoort aan het woord
om te laten zien, ja, om te vertellen over hun ervaringen. Dus Hedy, wil jij het overnemen? Ja, dankjewel Margriet. Ik geef het liefst eerst even het woord aan Jaap. Die kan wat vertellen over het hoe en waarom van de casus. En dan ga ik daarna wat laten zien over hoe dat er dan in het Tideman platform uitziet. Dankjewel Hedy. Goedemorgen. Mijn naam is Jaap Belo. Ik ben projectmanager bij de gemeente Amersfoort. En ik hou mij voornamelijk bezig met het vergroenen en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte vanuit de afdeling leefomgeving. Voor Schuilenburg zijn we een verkenning aangegaan om deze jaren 60 wijk die een wat versleten uitstraling heeft, een beter beeld te geven. En we zijn bezig met de verkenning om onze ambitie, en zo onze kernambitie, zoals jullie die op deze sheet zien, ook meer verbinding te brengen in de wijk. Er heeft in de wijk veel inbreiding plaatsgevonden, dus veel nieuwbouw, waardoor eigenlijk de verbinding in de wijk is weggevallen. Door het vergroenen van de wijk en het gebruik van de Groene Batenplanner willen we de juiste keuzes maken en die verbinding weer terugbrengen. De ambities zoals jullie hier zien spreken denk ik voor een heel groot deel voor zich. Maar daarin hebben we ook een opgave voor de wijk zelf. De verkenning zijn we gestart door die ambities en die verkenning voor de wijk te combineren. Graag de volgende sheet. Sorry. Je hebt deze. Ja. Dankjewel. Zoals jullie zien hebben we een typologiekaart gemaakt. En daarvoor hebben we diverse themakaarten gecombineerd, zoals de groen-blauwe kaarten, mobiliteitskaarten, maar ook sociale en visiekaarten, zodat we tot deze typologieën en indeling van de ruimte zijn gekomen. We hebben deze ruimte eigenlijk opnieuw ingericht en gekeken van joh, waar liggen dan de vergroeningskansen. Zoals jullie zien op de kaart, de rode gebieden brengen in dat opzicht de meeste kansen voor vergroeningen. Dat zijn de stads-, wijk- en erfstraten, maar ook de parkeerplaatsen, aangegeven met de kleur oranje en de kleine peetjes, geven een behoorlijke kans. Met behulp van de Groene Batenplanner hebben we eigenlijk drie scenario's doorgerekend. Eén scenario waarin we die gebieden voor 10% vergroenen. Een scenario waarin we dat voor 20% doen. En een laatste scenario, een extreme versie, waarin we naast die 20% vergroening ook de parkeerplekken voor 100% vergroenen. Om zeg maar de toekomstvisie, de auto uit de stad, ook te kunnen onderbouwen. Wil ik hem graag teruggeven aan Hedy. Ja, dankjewel Jaap. Mijn naam is Hedy van Dijk. Ik ben COO bij Tideman en ik heb afgelopen periode eerst gewerkt samen met RIVM aan het realiseren van de koppeling tussen de Groene Batenplanner en Tideman. En daarna samen met Jaap en anderen van de gemeente Amersfoort om die ook toe te passen op de wijk in Schuilenburg. Ik zal eerst heel kort iets vertellen over Tideman en hoe wij omgaan met de basisregistraties. En vervolgens zal ik even kort laten zien hoe dat er dan uitziet in de wijk Schuilenburg. Tideman is een klein softwarebedrijf uit Den Haag. Wij maken één softwareproduct, dat is het Tideman Geodesign Platform. En dat is gemaakt om complexe besluitvorming over de leefomgeving, om die digitaal te ondersteunen. Nou, je zag net al in die sheet van Jaap hoeveel er gebeurt in de ruimte, hoeveel ambities er zijn. En dat moet allemaal op één kleine plek in de ruimte gerealiseerd worden. En wij helpen met het platform om eigenlijk die complexiteit hanteerbaar te maken. En dat doen we doordat je in het platform eigenlijk ieder gebiedje in de wereld kan selecteren. En dan laden we de best beschikbare data voor dat gebiedje binnen. En dat zie je in die spin hier op de sheet, welke databronnen we daarvoor inladen. Dat zijn onder andere de basisregistraties zoals de BGT, de BAG, de BRO, maar ook de AHN en de risicokaart. En van al die data maken we een virtuele 3D-wereld die dynamisch is en interactief. Dus je kan plannen in die wereld, veranderingen maken en je kan zien vervolgens wat de impact is van die plannen en die veranderingen op verschillende aspecten van de leefomgeving. Dus bijvoorbeeld, je kan een virtuele wijk bouwen en uitrekenen wat de impact van die wijk is op de waterhuishouding,
op mobiliteit. Eigenlijk de verschillende aspecten die Jaap ook in de sheet liet zien. En in deze casus Schuilenburg hebben we daar natuurlijk de groene batenplanner aan toegevoegd. Doordat we werken met open standaarden voor geodata, kunnen we dus data laten stromen in het platform, zoals de basisregistraties, maar je kan ook eigen data eraan toevoegen. En je kan niet alleen data laten stromen op het platform, maar ook applicaties laten stromen. Zodat je dus verschillende rekenmodellen kan koppelen. En eigenlijk kan je op verschillende manieren met dat platform rekenen en applicaties en intelligentie koppelen. Je kan zelf tegen het platform aanprogrammeren en zelf modellen koppelen. Dat is bijvoorbeeld wat de provincie Utrecht doet door haar eigen milieukwaliteitsprofielen eigenlijk op het platform te plakken. En zo van al die data gebruik te maken en een eigen rekenmethode en eigen criteria te kunnen hanteren om milieukwaliteit van een wijk te kunnen bepalen. En zo dus eigenlijk je eigen intelligentie toevoegen. Maar je kan ook gebruik maken van de bestaande modellen die beschikbaar zijn in ons platform, zoals voor water of voor hitte. En daarbij maak je dan gebruik van de enorme rekencapaciteit die we hebben. Wij werken met GPU-technologie. Dat komt eigenlijk uit de gamingwereld. En daarmee kan je heel snel iedere keer die 3D-wereld doorrekenen. Maar je kan ook gebruik maken van een derde optie. En dat is wat we met de Groene Batenplanner hebben gedaan. En dat is eigenlijk dat je vanuit via de API direct een bestaand model op een andere locatie koppelt aan ons platform. En op die manier de data en de applicaties integreert. Dat hebben we gedaan voor de Groene Batenplanner, maar ook voor areas van het RIVM en bijvoorbeeld de waterwijzer van de WUR. Ik zal even kort laten zien hoe dat er dan uitziet in de praktijk. Misschien kan jij het filmpje aanzetten, Bart-Jan, of moet ik hem zelf aanklikken? Ik ga hem even voor je aanzetten. Als het goed is, zie je hem nu? Ja, kijk. Dit is dus eigenlijk een Tylon platform toegepast op een wijk in Schuilenburg. En deze 3D-wereld die je ziet, die is dus gemaakt op basis van de best beschikbare open data. Dus die basisregistraties. Er rijden auto's, je ziet de huizen, et cetera. Vervolgens kan je veranderingen gaan maken in deze wereld. In dit filmpje zie je dat je op verschillende plekken een groen dak aanleggen. Dat zie je vervolgens virtueel in die 3D-wereld. Maar we sturen de data, de attributen daarvan door, direct via de API naar het RIVM. Die rekenen vervolgens de groene baten van zo'n ingreep uit. En die uitkomst die zie je dan direct weer terug in ons platform. En op die manier kan je verschillende scenario's gaan vergelijken. Je ziet hier groene daken, maar we hebben natuurlijk ook de scenario's die Jaap net noemde, allemaal doorgerekend. En daar krijg je dus de impact voor terug direct in het platform, zowel in cijfers als visueel. En dat kan je vervolgens gaan afstemmen met verschillende betrokkenen en stakeholders. Gaan we weer terug naar de presentatie. Dan gaan we nog weer even terug naar die sheets. Gingen er net een klein beetje snel doorheen. Maar het voordeel natuurlijk van dit doen in het Tylon platform is dat je integraal naar het geheel kan kijken. Dus dat je niet alleen naar groene baten kijkt, maar eigenlijk naar het gehele, de fysieke leefomgeving als geheel en alle aspecten die daarbij spelen. Hè. Die daken die ik net liet zien, die hebben natuurlijk ook een positieve impact op wateroverlast en op hittestress. En ook dat zijn zaken die je allemaal kan doorrekenen in het Tylon platform. Als je me nog de besturing geeft, Bart-Jan, dan ga ik nog even naar de volgende sheet. Excuseer. En je kan natuurlijk groene daken aanleggen, maar ook de scenario's die Jaap net liet zien, waarin je bijvoorbeeld heel veel vergroent en bomen aanlegt. Nou, ja, bomen hebben natuurlijk weer een positieve impact op die groene baten. Dat was dat plaatje wat Ton net liet zien. Ze hebben ook waarschijnlijk een positieve impact op hittestress. Maar tegelijkertijd hebben bomen weer wortels die impact hebben op grondwater. Ook dat zijn aspecten die je door kan rekenen. En bomen maken natuurlijk ook gebruik van ruimte die je ook voor zaken als parkeren kan gebruiken. En daardoor wil je, omdat het allemaal belangrijk is, juist ook voor die bewoners van de wijk, voor wie dat parkeren bijvoorbeeld een heel belangrijk aspect is om grip te krijgen op, ja, waar hebben we het nou over? Wat gebeurt er nou met dat wijk, met mijn wijk? Kan je al die verschillende aspecten inzichtelijk maken? Tot slot, goed om te zeggen dat die berekening, hè, dus die groene batenplanner rekent het RIVM direct uit en wij rekenen een aantal andere modellen uit. Maar al die berekeningen zijn dus gebaseerd op datzelfde datafundament wat deels door de geobasisregistraties wordt aangeleverd.
Nou, Tidam-gebruikers die kunnen dit zometeen direct gebruiken in hun project door eigenlijk een extra rekenlaag aan hun project toe te voegen die je gewoon kan downloaden in onze store. En zo die rekenlaag die maakt die verbinding met RIVM en zo kan je dus met nog een aspect van de leefomgeving gaan rekenen. Dankjewel. Oh ja, Jaap, nog even uit de praktijk. De reflectie. Dankjewel, Hedy. Ga ik hem even afsluiten wat betreft ons deel. Nou, en een aantal vragen beantwoorden die voor jullie wel interessant zijn. Vanuit welke behoeften zijn wij aan de slag gegaan met de Groene Batenplanner? Nou, eigenlijk vanuit twee thema's. Een stukje onderbouwing van onze vergroeningskansen. Hè? Waar nemen we de juiste beslissingen om te gaan vergroenen? En een stukje ondersteuning bij de participatie. Bij de participatie gebruiken wij nu veel de klimaateffectenatlas en deze atlas is heel erg gedetailleerd, wat bij participatie niet altijd wenselijk is. He, je wilt het dan hebben over de gemene delen en niet over specifieke gevallen. En daarbij geeft de Groene Batenplanner ons veel baten waarop we kunnen terugwijzen op onze keuzes die we gemaakt hebben. Hoe hebben we het ervaren? Nou, de samenwerking tussen de techniek en de uitvoering bepaalt de mate van slagen. Je moet eigenlijk goed weten wat de technische architect in het programma invoert en wat dan de uitkomsten zijn. En dat vraagt best wel wat afstemming en ook dat je samen dezelfde taal spreekt. In dit geval is die samenwerking eigenlijk wel goed verlopen. Dus het gaf wel veel... De gezamenlijke zoektocht maakt het best lastig en vraagt ook wel relatief wat tijdsinspanning en wat energie om het goed te doen slagen. Waar zijn we tegenaan gelopen? Stukje techniek en die grote mate van ondoorgrondelijkheid. Ik als buitenstaander zonder de techniek te kennen is het lastig te doorgronden wat dan de uitkomsten betekenen. Hoe die zijn doorgerekend, welke mate van vergroening er is doorgerekend. En dat vraagt ook weer die goede afstemming met die technische adviseur. Een temperatuurverschil van 0,1 graden, is dat gemeten in de directe omgeving? Is dat werkelijk gemeten? Of praten we hier over een gevoelstemperatuur? Dus het is heel erg inschatten van, joh, wat doet het programma? Wat zijn dan de uitkomsten? De baten waarover gediscussieerd wordt en die iedereen anders kan interpreteren. Daarbij zijn voor ons niet alle groene baten even relevant. Een stukje vastgoed in een wijk als Schuilenburg, waar veel sociale woningbouw is. En mensen de waarde van vastgoedvermeerdering snel koppelen aan een extra gemeentebelasting. Is niet een argument om te gebruiken bij een participatie of een afweging voor vergroening te maken. Waarom zouden we in de toekomst de groene batenplannen willen gebruiken? Nou, ik denk dat het heel erg mooi is als je met de behulp van de groene baten kan uitleggen aan je bewoners waarom je bepaalde keuzes maakt. En daarom gaan we in deze fase de groene batenplanner en de uitkomsten ook voorleggen aan een klankbordgroep. Digitalisering en ethiek die wij als gemeente hebben opgetuigd met behulp van een aantal bewoners uit de stad. Wij gaan hun vragen, hun visie te geven op de uitkomsten en de werkwijze van de Groene Batenplanner. En we hopen dat dat positief wordt ontvangen. Wil ik hem teruggeven naar Margriet? Ja, dank je Jaap en Hedy. Het was heel interessant voor mij als communicatieadviseur bij DISGEO. Ook om te zien hoe jullie het in je contacten met de bewoners, met de burgers gebruiken. Dat is uiteindelijk voor wie we het allemaal doen. Heel mooi. Ik wil nu voorstellen dat we 5 minuten pauze nemen. Tenzij er nog vragen zijn van de toehoorders, dan is dit misschien nu het moment om die aan Jaap en Hedy te stellen. En zo niet, dan nemen we eventjes pauze. En dan gaan we om... Even kijken. 10 voor 11, weer verder. Ja, dan gaan we precies. Dan gaan we 10 voor 11 verder. En dan krijgen we te zien hoe de Groene Batenplanner in Zwolle is toegepast. Dus even een korte break. Tot zo. Tot zo.
Ja, even een banaantje tussendoor is ook een uitstekend idee. Ja, ja. Even een beetje energie erin. Een beetje energie erin. Het was zo netjes verteld. Kunnen we even in de pauze wel zeggen, ja, dat ik gewoon dacht, hey, moet ik niet onderbreken, want het is een perfecte toelichting. En ik zat me wel af te vragen, als je straks die bewonersbijeenkomst hebt, in die wijk die je net schetst, hoe dan, op wat voor locatie, is dat ook iets wat online gaat met schermen, of zitten daar mensen gewoon fysiek bij elkaar? In tijden van corona was dat voor ons ook wel een worsteling om daar invulling aan te geven. Hè? Want van oudsher zijn we gewend om dat vooral fysiek te doen. Inloopavonden, bijeenkomsten. Toen zijn we in de coronatijd overgegaan op het digitale en digi-event. En nu willen we eigenlijk heel graag weer terug. Aan beide zitten voordelen, hè? Als je het digitaal doet, kan je heel goed dingen uitbeelden, heel goed dingen vertellen. Maar wil je echt contact hebben, dan moet je het fysiek doen. Omdat het dan laagdrempelig wordt en mensen eerder bereid zijn om de juiste dingen te vragen en te vertellen. En anders hoor je eigenlijk alleen maar even kort gezegd de schreeuwers. En je weet wel hoe die in de wedstrijd staan, maar je wil ook gewoon de bewoner van de straat horen. Dus jullie gaan het in die bewonersbijeenkomst gewoon fysiek bij elkaar ergens in een ruimte in de wijk zelf? Of, Nou, de bijeenkomst die gepland staat met de klankbordgroep gaan wij in het stadhuis doen. Mm-hmm. En daarin geven we eigenlijk een gelijke presentatie als dat we nu gedaan hebben met uitkomsten. En gaan we eigenlijk door middel van stellingen analyseren waar ligt de toegevoegde waarde? Welke stappen moeten wij nog verbeteren om het echt participeerbaar te maken en begrijpelijk ook voor de gewone Amersfoort? Ja. Toen jij zei van met die parkeerplaatsen, wat 10% of 20% eruit, of gewoon helemaal afschaffen en dat er gewoon de auto de stad uit. Toen dacht ik wel van, oh ja, dat is wel een onderwerp waar iedereen zich heel concreet wat bij voor kan stellen natuurlijk. Ja, daar komen mensen wel op af. Ja, toch? Ja. En dat geeft ook heel veel discussie. We zijn vooruitlopend op Schuilenburg voor twee pleinen aan het vergroenen en klimaatbestendig maken in Schothorst. En daarin heb je dus heel sterk de discussie, hè, van hoeveel parkeerplekken mag het gaan kosten? Moet het gelijk blijven? Mogen de 4 af? Of ja, hè, en dat geeft al heel veel spanning, omdat je daarin heel veel verdeeldheid hebt en andere belangen van bewoners, wat logisch is. Ja, want is het plan dan als je dat zou doen om ondergronds ruimte te benutten voor het parkeren en bovengronds meer groen toe te staan? Of hè, wat natuurlijk een dure oplossing is, stel ik me zo voor. Nou ja, met die plannen spelen we echt wel concreet. Hè? Dus van joh, dat zou een hele mooie visie zijn voor de toekomst. Wat je veel ziet in Amersfoort, dat je eigenlijk de wijken hebt met daarom een groene... een groengordel of voetbalvelden of sportvelden. Ja, en daarin zou je die combinatie heel goed kunnen maken door dat parkeren te faciliteren buiten je wijk of net buiten je wijk, maar ondergronds. En dan kan je heel veel doen in je straten, want vooral in het binnenstedelijk gebied is het heel lastig om te vergroenen. Hè, ondergronds heb je heel weinig ruimte om iets te kunnen doen. Dus als je dit zou kunnen... in de toekomst kunnen maken, dan kan je echt de stappen nemen. Ja, ik kan me voorstellen dat het een goed onderwerp en een leuk onderwerp is om met de bewoners over in gesprek te gaan. En misschien hebben ze inderdaad ook hele praktische ideeën van, hier zou het eigenlijk misschien wat minste overlast of verlies van mogelijkheden voor mensen betekenen. En hier zou het heel erg zijn, hè, waar mensen gehandicapt zijn of wat dan ook, die niet zonder een vervoer aan een parkeerplek kunnen of zo. Ja, ja en dat blijft ook in de ambitiekaart die ik liet zien, hè, met die kernambities. Die geeft altijd die spanning van welk belang behartig je. Hè, want je wil je toegankelijkheid hebben. Ik ben mee bezig met een project met een hele brede stoep en die wil je heel graag vergroenen. Maar er wonen ook relatief veel oudere bewoners die ook het gemak en de toegankelijkheid willen hebben van goed en in en uit kunnen stappen. En daarin zit je dus heel gauw in je spanningsveld. Ja. Oké.
Nou, ik denk dat iedereen nu weer terug is van pauze. Dan kunnen we allemaal weer lekker kopje koffie gedronken. Dan kunnen we verder met de demonstratie van Zwolle. Daarvoor is Bert Vermeij van de SG Urban Modeler uitgenodigd om samen met Erwin van Veen van de gemeente Zwolle te laten zien aan ons hoe dat er allemaal aan toe gaat. Bert, ben je zover? Ja, ik heb controle gevraagd, dus kijk of dat ook gaat lukken bij Bart-Jan vandaan. Ik heb hem gegeven. Je hebt hem gegeven. Ja, het werkt allemaal met een vertraging van een paar seconden. Ja, een paar seconden. Even geduld. Ja. Ja, hij schijnt het te doen. Nou, ik ga wat vertellen over hoe wij de Groene Batenplanner hebben gekoppeld aan onze ArcGIS softwareplatform. Ik doe dat samen met Erwin van Veen van de gemeente Zwolle. En mijn naam is Bert Vermeij. Ik werk bij S3 Nederland als business developer. Wij gaan niet in detail in op zeg maar, het plan zoals we dat bij de gemeente Zwolle als testomgeving hebben gebruikt voor deze tool. Maar we gaan vooral laten zien hoe die tooling werkt. En daar zit een bepaalde gedachte achter. We hebben tooling ontwikkeld die eigenlijk voor iedereen bruikbaar is. En de achtergrond daarachter is dat veel stedenbouwers die kiezen echt hun eigen tools om in te werken. Sommigen maken gebruik van GIS-analyse tools, zoals bijvoorbeeld ArcGIS, en gebruiken daarvoor heel veel van de content die wij aanbieden. Waaronder ook de basisregistraties, voeren daar ook hun analyses uit en gebruiken dat als vertrekpunt voor stedenbouwkundige planning. Of ze werken echt heel erg in creatieve ontwerptools, zoals bijvoorbeeld een Illustrator. Of stedenbouwers werken met meer geïntegreerde, moderne tools, zoals ons ArcGIS Urban platform, waarin je dus data gedreven parametrisch kunt ontwerpen en tegelijkertijd die ontwerpen kunt doorrekenen op de impact op allerlei omgevingskenmerken. Maar goed, omdat die stedenbouwers dus heel verschillend werken en er in die omgevingen bij gemeenten, maar ook bij stedenbouwkundige bureaus of provincies heel veel gebruik gemaakt wordt van onze software, hebben wij gezocht naar het maken van een generieke koppeling tussen de ArcGIS software en die Groene Batenplanner. En dat betekent dus dat je met elke applicatie van Esri, elke ArcGIS applicatie, uiteindelijk kunt werken met die Groene Batenplanner. Je wordt dus niet gedwongen in de richting van een bepaalde tool, zoals bijvoorbeeld dat ArcGIS Urban. Nou, de basis daarvoor, degene die met onze software werken, die kennen dat wel. De basis is de webmap. In 2D of in 3D de web zien. Dat is ons uniforme informatiemodel. En op basis van dat uniforme informatiemodel, waar uiteindelijk de plannen in terechtkomen, sturen wij de koppeling naar de Groene Batenplanner aan vanuit een hele eenvoudige webapp. Dat is het idee hoe het werkt. Nou, die webapp heeft de basisfunctionaliteit die je nodig hebt. Je kunt daarin een nieuw scenario maken, wat je wilt laten doorrekenen door die Groene Batenplanner. Dat kun je 2D doen, zou eventueel ook in 3D kunnen. En je kunt de uitkomsten van zo'n doorrekening van die scenario's, die zijn ook weer beschikbaar binnen het ArcGIS platform. Die kun je bekijken en vergelijken op verschillende manieren. Even kijken of die verder wil. Ik heb controle, maar hij gaat niet verder. Ik help. En dat doet hij natuurlijk gelijk 3 keer. Ja, ik wil weer even terug. Oké, daar zijn we. Oké, we hebben die koppeling die we gemaakt hebben beproefd samen met de gemeente Zwolle voor het gebied van de Nieuwe Veemarkt. Dat is voor degenen die Zwolle kennen, dat is waar nu nog de IJsselhallen staan. En dat gebied, samen met nog een aansluitend gebied, dat heet Kamperpoort. Daarvoor is de gemeente Zwolle bezig om een herontwikkeling te ontwerpen. Dat heet dan de Nieuwe Veemarkt. Nou, de stedenbouwers hebben verschillende scenario's daarvoor gemaakt. Dat hebben ze in SketchUp gedaan en wij hebben ervoor gezorgd dat je vanuit die scenario's die in SketchUp zaten, via een omzettingsslag uiteindelijk die ontwerpen beschikbaar hebt in het ArcGIS platform. En van daaruit kun je het doorrekenen in de Groene Batenplanner. Hier zie je een van die scenario's, dat is wat verder uitgewerkt inmiddels door de stedenbouwers in 3D. Dat is daar in de 3D digitale trainingstad van Zwolle gezet, die Zwolle heeft gemaakt ook binnen het ArcGIS platform. En hier zie je ook een combinatie van verschillende tools. Dat stedenbouwkundige ontwerp, dat is gemaakt met SketchUp. En dat is hier geïntegreerd in onze digitale tweeling.
En dat is ook de basis geweest voor het doorrekenen met de groene batenplanner. Kijk, zo'n ontwerp, dat kent niet alleen zeg maar een 3D-visualisatie. Het begint vaak veel fundamenteler. En daar zie je hier de visualisatie van. Het begint met een soort functionele indeling van dat gebied, waar verschillende ruimtelijke functietypen zijn toegekend aan deelgebieden op dat veemarktterrein. Er zitten groene gebieden, in rood dat is woonbebouwing, paars dat is voorzien als een grote supermarkt, er liggen nog wat parkeervoorzieningen enzovoorts. Die ruimtelijk functionele indeling, dat is het vertrekpunt geweest om uiteindelijk een doorrekening te maken van dit gebied met die groene batenplanner. Nou, hoe doen we dat? Dit ontwerp is beschikbaar dus binnen ArcGIS. En daarvoor hebben we die eenvoudige webapp gemaakt met een aantal hele basale functies. Daar halen we dat ontwerp, die webapp, die koppelen we aan dat ontwerp. En vervolgens kun je met die webapp aan de slag gaan om daar verschillende groene maatregelen aan die deelgebieden, zoals ze daar ontworpen zijn, te gaan toekennen. En daarvoor doorloop je een aantal stappen. En je kunt die doorrekening, daar kun je verschillende varianten voor maken, verschillende scenario's. Dus je zegt, ik maak een nieuw scenario. Je selecteert deelgebieden in je plan. Je koppelt daar groene maatregelen aan. En je laat dat vervolgens doorrekenen. En dat ziet er in plaatjes, visueel ziet dat er als volgt uit. Je zegt, haal mijn plan op in die eenvoudige webapp. Maak een nieuw scenario. Ga aan dat scenario deelgebiedjes uit jouw plangebied toekennen. Ken een maatregel toe aan elk deelgebiedje. Je kan ook overigens meerdere maatregelen aan een deelgebied toekennen. Dus je kan zeggen, ik maak hier en groene daken en ik maak in die omgeving of ik maak groene gevels aan. En ik zorg dat er in de ondergrond diepe grondwaterinfiltratie is. Dus een combinatie van maatregelen aan één deelgebied is ook mogelijk. Wat zijn urban wetlands? Urban wetlands, ja, dat moet je even aan de deskundigen van het RIVM vragen. Daar ga ik me niet aan wagen om dat te zeggen. Zullen we die even bewaren voor na dit stukje van de presentatie? Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Dan heb je die scenario of die maatregelen toegekend aan al die deelgebiedjes binnen jouw plan. En je zegt vervolgens tegen de tool, ga dit maar doorrekenen, dit scenario. Nou, dan wordt het via de API opgestuurd naar het rekenmodel van het RIVM en uiteindelijk krijg je netjes je uitkomsten terug. Nou, en die uitkomsten die worden gepresenteerd eerst in een hele basale interface. Wordt gewoon van per scenario worden op alle verschillende variabelen worden de uitkomsten netjes weergegeven. En je kunt ook meerdere scenario's naast elkaar zetten in die lijst weergaven. Maar veel leuker is het, omdat deze uitkomsten uiteindelijk ook binnen het ArcGIS platform, binnen ArcGIS Online worden opgeslagen. Voor de liefhebbers onder ons van technologie, dat wordt opgeslagen als een feature layer. En dan is het weer te gebruiken met alle ArcGIS tools voor verdere presentatie, visualisatie of verwerking. En je kan het in een story map stoppen, je kan het in een dashboard stoppen, eigenlijk wat je wilt. Nou, en wij hebben als voorbeeld een dashboard gemaakt van de uitkomsten van zo'n doorrekening. Dit is nog hoe het technisch werkt. Het is die feature layer die bestaat uit een kaartlaag met daaraan gekoppeld twee tabellen. Eén met het scenario en één met de uitkomsten. Die kun je eigenlijk naar wens kun je die zelf gaan visualiseren. Zoals we hier een fictief dashboard hebben gemaakt. En je ziet hier weer dat plangebied. We hebben twee scenario's naast elkaar gezet. En je ziet hier in een staafdiagrammetje gevisualiseerd wat verschillende variabelen in dat scenario doen. En je krijgt dat ook netjes in getallen gevisualiseerd. En de deskundigen weten uiteraard wat die getallen voor je gaan voorstellen. Dit is hoe wij het hebben opgezet. Dus een generieke tool, werkend in het hele ArcGIS-platform van Esri. En hoe komt dat nu beschikbaar? Hoe kun je daar nu mee gaan werken? De tool als zodanig, dat is zeg maar die webapp die je hebt gezien, die willen we eigenlijk open beschikbaar stellen voor iedereen. En dat zal waarschijnlijk of via het RIVM of via GitHub gaan, zodat je het kan oppakken en op je eigen infrastructuur implementeren. Vanmiddag hebben we nog een gesprek met het RIVM, waarbij we willen kijken of we die webapp, zoals ik hem net heb laten zien,
eigenlijk via de infrastructuur van het RIVM kunnen aanbieden. En dan maak je, dan ga je eigenlijk naar de website www.rivm.nl/groenewaterplanner. Je logt in met je ArcGIS online user account en je gaat aan de slag. Dat is hoe iedereen ermee kan werken. Dus de essentie is, als je ook maar iets hebt van een ArcGIS, een stukje ArcGIS software, dat kan zelfs één ArcGIS online user account zijn, dan kun je ermee werken. Dat even over de technologie. Ik denk dat ik hem nu eventjes doorgeef aan Erwin van de gemeente Zwolle om iets meer te vertellen nog over de bevindingen in dit hele proces. Ja, dankjewel Bert voor een helder verhaal in mijn introductie. Gaan we gauw de diepte in, want we zijn stiekem best wel blij met die groene waterplanner, want die geeft ineens inzicht in allerlei kwalitatieve aspecten van zo'n ontwerp, zoals hier in dit geval voor de veemarkt, die je eigenlijk normaal gesproken helemaal niet hard kunt maken in termen van getallen. Groen wordt vaak een beetje als een ondergeschoven kindje beschouwd in zo'n ontwerp. En het eerste dat sneuvelt, als bijvoorbeeld de financiële haalbaarheid wat minder blijkt dan verwacht, dat is groen. Terwijl nu met die groene waterplannen kun je ineens laten zien wat het effect is. Dat is best wel fijn. Bert stipt het al even kort aan. In de voorbereiding vergt het nog wel wat. Wat je ziet, in verschillende ontwerptools wordt er gewerkt. Waarbij soms ook de georeferentie toch stiekem verloren gaat. Ook niet wordt altijd goed in termen van objecten of lagen gewerkt. Wat voor een gisser natuurlijk heel erg lastig is. Want die verwacht dat wel. Dus er zijn nog wel wat, het is wel wat voorwerk nodig en wat afspraken over hoe je ontwerpt. Dan het stapje richting die webapp, zoals Bert die mooi heeft laten zien. We willen graag kijken of we nog iets met die responsiviteit kunnen doen. Met name het doorrekenen vergt wat tijd. Dus het pakketje, zeg maar, de GeoJSON, zoals het mooi is geïntroduceerd, wordt opgestuurd naar de API. Daar duurt de berekening eventjes aan die kant, voordat het resultaat teruggestuurd wordt. Nou, wat je eigenlijk natuurlijk wil, is interactief kunnen ontwerpen. Een beetje zoals, ik maak een gebouw wat hoger of wat lager, wat groter of wat kleiner, wat meer of wat minder groen. Dat je heel erg interactief kunt gaan berekenen. Is het misschien niet helemaal voor bedoeld, maar dat zou wel een heel mooie doorontwikkeling zijn. Dat geldt ook voor wat functionele dingen, zoals bijvoorbeeld meerdere vlakjes even snel een bepaald kenmerk mee kunnen geven. Nu moet je echt vlakje voor vlakje aanklikken. Dat dan steeds wordt opgestuurd, kost wat tijd voordat het terugkomt. Dus het is heel mooi om verschillende scenario's voor te bereiden, maar maakt het nog wat lastig om het echt interactief te maken. We worstelen ook nog wel wat dingetjes van het model inhoudelijk. Ook voor Amersfoort zagen we daar een paar voorbeelden van. Als je bijvoorbeeld ziet in die uitkomsten, we hebben expres even een fictief dashboard laten zien met fictieve getallen. Want we worstelen een beetje met de duiding. Bijvoorbeeld, nu is de veemarkt, je moet dat zien als een compleet versteende omgeving. Dus eigenlijk alles wat je daar doet, zal beter zijn dan het was. Maar dan ga je nog steeds kijken, oké, ten opzichte van wat wordt dit nu precies berekend? En hoe kan dus een bestaande omgeving ook verder dan alleen maar het second projectgebied invloed hebben op mijn ontwerp? En andersom, hoe heeft mijn ontwerp nog weer buiten mijn projectgebied effect? Dat vinden we dus een beetje lastig nog om te duiden. Kunnen we het ook uitleggen aan inwoners? Daar zitten we ook een beetje mee. Je kunt een mooie sessie organiseren waarin je plaatjes en getallen laat zien van kijk, dit is wat groen doet in dit ontwerp. Maar ja, PM10 retentie, dat zal niet iedereen iets zeggen. Ik hoorde net al 0,1 graad vermindering van hittestress bijvoorbeeld. Ja, wat zegt dat nu werkelijk? Is dat goed of niet? Hoe leg je dat dus uit, is nog wel een dingetje. Daar kun je dus keuzes in maken welke factoren of maatregelen je wel of niet laat zien. Maar ja, hoe doe je dat eerlijk? Want in het model zitten niet voor niets een heel aantal factoren. En als wij vooraf al gaan besluiten, die nemen we niet mee, kan dat overkomen als dat we iets verbergen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dit is juist bedoeld om open en eerlijk te communiceren over verschillende scenario's. En daar keuzes op te baseren. Dus dat is ook nog een beetje een worsteling. De laatste, dus misschien wel de meest fundamentele, is er er rollen getallen uit. Bijvoorbeeld over vermeden arbeidsverlies of doordat mensen meer gaan fietsen, hebben we ook meer levensjaren. Maar als je nou verschillende scenario's vergelijkt, hoe weet je dan waar in je ontwerp, dus zeg maar even heel plat gezegd, welk vlakje je moet aanpassen om een bepaalde factor te verbeteren? Stel dat je ontevreden bent over vermeden arbeidsverlies, welk stukje in je ontwerp zou je dan anders moeten inrichten om dat te verbeteren? Die ruimtelijke weerslag noem ik het maar even.
Ja, dat vinden we nog een beetje moeilijk om te duiden. Ik hoop dat ik dat een beetje duidelijk kan schetsen hoe ik dat bedoel. Maar gelukkig, en dat is het voordeel, helpt het RIVM daar ons bij die duiding. Dus ik denk ook zeker nu corona iets minder rol speelt, een mooie gelegenheid om daadwerkelijk naar buiten te gaan en het te gebruiken in participatietrajecten. Dank jullie wel. Dan wil ik graag het woord weer teruggeven aan Margriet. Ja, dankjewel Erwin. Ik dacht zelf, ook bij mij kwam de vraag ook op toen je zei van ja, we worstelen wel met die duiding van die 0,1%. Wat schieten de mensen daar, wat schieten wij daarmee op? Is dat iets heel goeds of is dat niet iets goed? Toen dacht ik, zou het RIVM daar jullie mee kunnen helpen? Of is er een mogelijkheid inderdaad dat de deskundigen bij het RIVM hier iets over kunnen zeggen? Tom? Ben ik bij jou het juiste adres? Kan jij daar iets over zeggen? Ja hoor, ik was al in de chat. Heel goed. Wij zijn ook bezig met het oprichten van een community of practice. Dat doen we samen met RVO. Die hebben daar opdracht toe gekregen. En RVO zou een community of practice specifiek ook op het stedelijk gebied en op de groene waterplannen kunnen inrichten. Dan kunnen we samen met mensen die de groene waterplannen toepassen, kijken en bespreken wat de resultaten zijn, de toelichten wat de uitkomsten zijn. Er wordt ook nog gewerkt aan de documentatie van de modellen zelf. Dus dat is soms heel technisch, maar ik vind dat we daar ook een simpel verhaal bij moeten kunnen vertellen. Dus daar moet er zeker een gelaagdheid in die documentatie zitten voor verschillende type gebruikers. Mensen die meer op hoofdlijnen willen weten en mensen die meer de details willen weten, zeg maar. Dus daar wordt aan gewerkt. Wat goed. En die community of practice, gaat dat nog lang duren? Of kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Of kan ik een link aan het eind van de presentatie opnemen? Mensen die zich aan willen melden, die kunnen zich aanmelden bij mij. Want wij zijn nu met RVO in overleg. Dus ja. En ze hebben ook expliciet de opdracht om daarmee aan de slag te gaan. Oké, duidelijk. Hartstikke goed. Dankjewel, Tom. Zijn er nog vragen van de deelnemers? Over ik wil nog wel een vraag toevoegen als het mag, Margriet. In het begin hebben we begrepen dat het idee voor de Groene Waterplanner en de origine zeg maar in Amsterdam, tenminste je hebt daar iets toegelicht over wat daar in Amsterdam over is, mee is gebeurd. In hoeverre is er nu al sprake van mensen die in Amsterdam met het onderwerp bezig zijn, in Amersfoort bezig zijn en in Zwolle bezig zijn, dat die van elkaar weten dat ze dat aan het doen zijn? Dat denk ik niet. Ja, Amersfoort en Zwolle weten het wel van elkaar. Er is natuurlijk een website bij ons over de groene waterplannen waar de verschillende cases op staan. Dus daar staat de casus Amsterdam op, daar staat de casus die we voor Dordrecht doorgerekend hebben op. We zijn ook bezig in Utrecht met de Cartesius driehoek, die wordt ingevuld als een zogenaamde blue zone om dat door te rekenen. Dus er zijn verschillende casussen, we proberen dat te publiceren op de website van de Groene Waterplannen bij het RIVM. En we zijn ook aan de slag met die community practice, zeg maar. Om ook de gemeentes te helpen bij de toepassing van het verhaal. En voor ons leren wij daarvan van wat de vragen zijn van die gemeenten, zeg maar. Want dat is voor ons weer heel belangrijk. Dus het is toch ook een wisselwerking van wat voor vragen komen er en hoe kunnen wij daar dan weer antwoord op geven. Ja, ik zit er ook inderdaad gewoon even hard over na te denken. This Online heeft natuurlijk een bereik van best veel mensen die met het onderwerp bezig zijn. En volgens mij is het bijna overal in het land zo dat er sprake is van verandering van de stedelijke of de dorpomgeving. Waarbij deze aspecten, men over deze aspecten in gesprek is. Dus ja. Ook de worstelingen, zoals Erwin hem heel eerlijk net weergeeft. Hoe duid je het wel? Wat geef je daar wel of niet aan?
dat je in eerste instantie daar pas over kunt spreken met visualisatie en getallen als je de technologie hebt. Nou, die hebben we vandaag gezien, is beschikbaar. Dus het is super interessant, kan ik me voorstellen, om dan te kijken waar kun je met de mogelijkheden die de technologie nu biedt volgende stappen zetten. Ik zie Frank zijn camera aanzetten vanuit de gemeente Nijmegen. Misschien heeft hij er ook wel vragen over. Nu gewoon even in beeld dat hij er is. Ja. In de voorbereiding, Frank, heb ik verteld dat ik in Nijmegen woon. En de gemeente Nijmegen participatie doet met zijn inwoners. Ze hebben 7.000 of 8.000 medewerkers getrokken uit het totaal aantal of medewerkers, inwoners. En die hebben ze een enquête gevraagd in te vullen over de inrichting van een stukje van de stad. Dat zich nu door de uitbreiding van de Waal, door de Nevengeul, een eiland geworden is. En wat we daarmee zouden moeten doen in 4 scenario's. Nou, het lijkt heel erg op wat we gezien hebben in Zwolle en in Amersfoort. 4 scenario's met van weinig bebouwing tot aan vrij veel bebouwing van dat stukje van de stad. En ja, het leek mij een prachtige casus om te kijken of je daar dan ook de monetaire waarde van het groen kan meetellen. Want we kregen gewoon de vraag, wil u meer huizen, dan kost dat dus een paar miljoen extra die we niet hebben. Wil u minder huizen, dus hoe meer huizen we bouwen, zeg maar, hoe beter het uitpakt, hè, voor de stad. Dan krijg je meer inkomsten. Kortom, als je het financieel bekijkt, dan wordt er gevraagd om juist veel te bebouwen. En de waarde die dat groen heeft, ja, daar werd geen geld tegenover berekend of zo. Dus het was een exacte casussituatie die eigenlijk leent voor wat we nu gezien hebben. Ik denk dat we de gelegenheid, Margriet, even willen bieden aan het publiek om even zelf na te denken of er vragen leven. En dat zouden we kunnen faciliteren door naar een stukje interactie met de Mentimeter te gaan. Prima. Jullie zien hier de QR-code die je kunt gebruiken om toegang te krijgen tot de Mentimeter. En je kan daar ook gewoon een cijfercode voor gebruiken. Dan ga je naar www.menti.com. Daar kun je inloggen en dan zie je een paar vragen. Doe dat zelf ook. Dan zien jullie de eerste stelling. Ben je het hiermee eens of niet? Even wachten. Nou, de meeste van jullie, of eigenlijk iedereen, wil hem dit jaar of het komende jaar wel gebruiken. Iedereen die hem wil, hè? Heel blij mee. Ja, wil je daar nog iets over zeggen, Bart-Jan? Oké, nou, iedereen die hem invult, want ik zie 25 mensen in de call, hè, dus het is voor iedereen mogelijk om mee te doen. Maar in elk geval heeft hier iedereen aan ja. Nou, dan is wel een volgende open vraag aan de orde, denk ik. Ja. Dit is een andere manier dan te zeggen waarom dan, hè?
Even kijken hoor. Ik denk dat voor de mensen, de meeste mensen, het komt wel allemaal een beetje op hetzelfde neer. De waarde van groen tegenover de waarde van steen kunnen laten zien. En een goede beslissing maken aan de hand daarvan. Dus afwegingen maken. Dat is een leuke stem geven aan groen. Ja, je zou eigenlijk de bomen en misschien zelfs wel de flora en de fauna ook willen laten mee van invloed zijn op wat we doen met onze omgeving. Maar ja, ze hebben geen stem, hè? Nog niet. Maar we kunnen ze op deze manier een soort mens van stem geven of zichtbaar maken of Ja, inderdaad, discussie of je naar binnenstedelijk moet gaan bouwen of daarbuiten. Ook met die woningbouwopgave die we hebben natuurlijk. Want ik hoorde Erwin zeggen, ja, we willen ook niet alleen maar naar het veemarktterrein kijken, maar ook naar effecten in de omgeving van dat veemarktterrein. Wat in Zwolle natuurlijk een stedelijke omgeving is. Maar wat bij een andere wijk, misschien die wijk in Amersfoort wel, als je daar net buiten kijkt, een groen stuk omgeving is. Ja, voor een gedeelte is dat volgens mij ook zo bij Schuilenburg. Maakt het ook nog wel behoorlijk uit of je midden in de stad aan het vergroenen bent, of dat je aan de rand van de stad een wijk aan het vergroenen bent, waar een groene omgeving omheen staat. Als we deze dan voordelen zien van het inzetten van zoiets als een groene batenplanner, is ook wel de vraag aan de orde van, ja, hoe dan? Hè? Wat moeten we ervoor doen om het voor meer mensen mogelijk, makkelijk te maken om dat ook te gaan doen? En om zeg maar bestuurders te overtuigen van het nut om hierin te investeren, om te kijken of je dit kunt benutten. Laten we daar eens ook even over nadenken. Wat heb je nou nodig om zelf aan de slag te kunnen?
denk als ik het zo lees dat die community of practice, dat heel welkom is. Mensen dan ook elkaar kunnen bevragen en mee kunnen nemen. Ja, wat vuistregels inderdaad. Je hebt nu natuurlijk, ook in deze sessie hebben we niet de echte waardes zo zijn centraal gesteld. Ook omdat de duiding daarvan best wel ingewikkeld is om te doen. En ja, dan wil je een soort slag om de arm kunnen houden met elkaar. En als je dan met hele eenvoudige stappen, met maar een paar factoren die je van invloed laat zijn, wat voorbeelden kunt creëren waar mensen zich goed bij kunnen voorstellen hoe dat dan werkt, kan je van daaruit misschien laten groeien en meer factoren uit het hele verhaal van Ton mee laten tellen. Ik zie een vuistregel, 330-300 of 3003, Park van Cecil Konijnendijk. Kan iemand die toelichten? Ja, ik had het eventjes, ik vond het een mooie vuistregel, die 330-300. Ja, ik had zelf entels erachter gezet. Maar dat is dus drie bomen vanuit huis zichtbaar, 30% bladerdek en 300 meter vanaf je huis een park. En die is van Cecile Konijnendijk, heeft die geïntroduceerd. En die gaat nu rond en daar krijgen ze steeds meer handen voor op elkaar om dat op die manier toe te passen. Ja, dat is, ik heb het ook op LinkedIn rond zien gaan. Er is geen nationale norm of criterium eigenlijk voor groen in de stad. Dus wel wordt ook vanuit de GGD opgewezen dat er een bepaalde hoeveelheid groen moet zijn. Op een bepaalde afstand, maar er is niet een officiële norm of zo. Nee, maar juist zo'n vuistregel is natuurlijk geen norm. Maar ik begrijp dat Cecile Konijnendijk zeg maar als idee heeft gelanceerd van, zouden we het voor elkaar kunnen krijgen dat iedereen drie bomen ziet? Begrijp ik het zo goed? Ja. Vanuit zijn woning. En dat iedereen 30% bladerdek, zit ik dan even te denken wat dat betekent. Dat 30% van je uitzicht uit je raam uit bladerdek zou bestaan? Ja, dat 30% van het oppervlak in de omgeving bladeren is, zeg maar. Dat kunnen bomen zijn, maar wat mij betreft kan dat ook andere soorten groen zijn, zeg maar. Maar dat is al heel veel, zeg maar. Ja, precies. Stel je, het is zomer, alles in blad, en je kijkt dan op je stad of op je wijk of wat dan ook, dat daarvan 30% dan groen oplicht, zeg maar. Ja. Oké, en iedereen op 300 meter van een park, zodat die zeg met een verplaatsing van 300 meter in een stukje groen terechtkomt. En zoals jij zo mooi hebt laten zien, Ton, met al die waardes die dat met zich meebrengt. Het zou wel aardig zijn, inderdaad. Kijk, je hebt het instrumentarium om te gaan rekenen en getallen eruit te halen aan de ene kant, waarbij je volgens mij die gesprekken met mensen die de financiële afwegingen moeten maken in wijken, buurten en steden, die zijn denk ik erg geholpen met het feit dat er gewoon een bedrag tegenover staat dat afgewogen kan worden tegen bedragen die andere benutting van de ruimte met zich meebrengen. Nee, dat klopt. Dit zijn, voor sommige wijken is dit geen probleem. Ik denk dat in Wassenaar of in Bilthoven-Noord dit helemaal geen probleem is om dit soort criteria te halen. Maar in naoorlogse wijken zal dit, en vooroorlogse wijken, zal dit ontzettend moeilijk zijn, zeg maar. Van Amsterdam, wat ik heb laten zien in de baarsjes, zeg maar, ja, daar staat eigenlijk nauwelijks groen. En als je daar groen bij wilt plaatsen, dan moet dat in die nauwe straatjes, waar de ondergrond ook al vol ligt met riolering en allerlei buizen en kabels en leidingen. En ja, dat brengt gewoon grote kosten met zich mee, want er is eigenlijk geen plek om een boom in de grond te planten. Ja.
Er is ook iets wat heet de Groene Stad Challenge. Wat door Sweco en NL Green Label is gelanceerd volgens mij. Nou, we hebben ook in de DIS Online reeks een keer te gast gehad de gemeente Zeist. Die eigenlijk soortgelijke manier als de Groene Waterplanner, maar dan iets platter, zeg maar, gewoon de hoeveelheid deel van de stad dat bedekt is met asfalt of met tegels, hè, dus gewoon verhard is, dus de verharding. En hoe dat er gestuurd kon worden op waar kun je de meeste toegevoegde waarde bereiken door verharding om te zetten in vergroening. En ook te visualiseren waar dat dan is en hoeveel dat is, zeg maar, om te faciliteren hoe dat wordt gedaan. Dus volgens mij is het hele land eigenlijk met dit onderwerp bezig. En is het zeker de moeite waard om de pogingen die we doen met elkaar vanuit het gebruik van die gegevens die we allemaal daarover bijhouden, te veel reclame voor te blijven maken. We hebben nu nog een half uur mogelijkheid om met elkaar vragen te beantwoorden, de discussie aan te gaan. Te verkennen hoe dat dan een toepassing in Nijmegen eruit zou kunnen zien, of elders in het land, of op vragen in te gaan. Maar dat is een beetje afhankelijk van wat jullie als deelnemers aan de sessie op dit moment waardevol vinden. Dus als jullie dat in de chat willen laten weten of even de microfoon aan willen zetten en dat aan willen geven, kunnen we de tijd nog besteden als we dat willen. Misschien is het ook handig om eerst nog wat vooruit te blikken samen met Joyce Zwartkruis van het RIVM. En dan kunnen we daarna doorpraten voor wie dat wil. Oké. Okay. Is dat het idee, Joyce? Zou jij ons nog even mee willen nemen? Ja, uiteraard. Dank je. Terwijl de presentatie wordt opgestart, zal ik me vast even introduceren. Mijn naam is inderdaad Joyce Zwartkruis. Ik werk bij het RIVM als wetenschappelijk medewerker. En wat we eigenlijk vandaag hebben laten zien is allemaal plaatsgevonden in het kader van het project Generieke Koppelingen. Een project wat gefinancierd is uit innovatiebudget van BZK. En daarbij was dus inderdaad het doel om een generieke koppeling te maken en deze ook in de praktijk met bewoners te testen. En ik wil jullie eigenlijk meenemen in een paar lessen die we geleerd hebben. Een groot aantal zijn ook al aan bod gekomen in de presentaties die tot nu toe gegeven zijn. Omdat we natuurlijk met elkaar in het project hebben gezeten. Maar ook nog even vanuit onze kant wilde ik de lessen nog even benadrukken. Zien we dit wel, deze koppeling, ook als een manier om wetenschap naar de praktijk te brengen. Dus eigenlijk die modellen en de wetenschappelijke literatuur die achter de Groene Waterplanner zit, toepasbaar te maken voor de praktijk. Wat we gezien hebben is dat er eigenlijk heel veel verschillende doelgroepen zijn. En het is eigenlijk al een klein beetje aan bod gekomen. Er zijn stedenbouwers die plannen gaan maken, die ontwerpen en die de tool kunnen gebruiken om hun plannen door te rekenen. Maar er zijn ook beleidsmakers die beleid moeten maken. Er zijn bestuurders die beslissingen moeten nemen. En die hebben eigenlijk allemaal net weer een iets ander perspectief op ook wat ze nodig hebben. En dan hebben we natuurlijk nog de inwoners die we op deze manier ook mee willen laten mee willen nemen in het proces van planvorming. En die vragen eigenlijk ook allemaal iets anders. Dus als het gaat om visualisatie bijvoorbeeld of wat wil je zien, ja, dan is dat eigenlijk voor al die doelgroepen ook wel verschillend. Waar de Groene Waterplanner in ieder geval bij kan helpen is ook om groen, en dat benadrukte Hedy bijvoorbeeld ook al, in samenhang met andere problematiek of andere doelen te bekijken. En dat je dus dat het ook belangrijk is om het niet alleen over groen te hebben, maar juist in het bredere perspectief van ook parkeren, ook verkeersstromen en ook bijvoorbeeld veiligheid. En in de presentatie van Zwolle zagen we het ook al aan bod komen. Het vraagt misschien ook om andere werkmethoden. Voor deze tool is het belangrijk dat er een GIS-component zit. En dat vraagt ook om een andere manier van werken, eigenlijk al in de planvorming. Waarbij je dus echt rekening moet houden dat die GIS-component er ook in zit om die plannen daadwerkelijk door te kunnen rekenen. En op dit moment is het nog inderdaad wat lastig om dat heel snel te doen, omdat er gewoon een heel complexe rekenmethode achter zit. Dat kost gewoon tijd om door te rekenen.
Maar goed, we zijn ook daar wel stapjes aan het zetten. Nou, wat we eigenlijk zien is dat dit ook vooral een middel tot gesprek is. En de vraag is ook een beetje van, hè, het ging net ook al een beetje over de getallen. En wat zegt een getal? En nou ja, hoe precies moet je zijn? Maar je kunt het ook zien als in ieder geval een middel tot gesprek. Om in ieder geval te zien dat er verschillende baten zijn. En nou ja, dan kun je ook met elkaar het gesprek hebben van, ja, maar wat vinden we nou eigenlijk belangrijk? Want ook het hangen van die waarden eraan. Kijk, je hebt natuurlijk voor bepaalde dingen zijn er richtlijnen, zoals de WHO-normen voor luchtkwaliteit. Maar voor andere dingen zijn die er veel minder. En dan kun je dus wel ook met dit soort tools het gesprek aangaan met elkaar van, nou, wat vinden we eigenlijk belangrijk? En tenslotte nog, op deze slide staat in ieder geval de laatste. De visualisatie hangt dus ook eigenlijk af van de vraag van, ga je met grafiekjes werken? Ga je met kaarten werken? Ga je met beelden werken? Misschien wel met virtual reality, dat mensen door een wijk kunnen lopen en het echt kunnen zien. Nou, dat zijn allemaal dingen die ook heel erg samenhangen met de vraag die je eigenlijk wil beantwoorden. Ook als gemeente of als gebruiker met de inzet van dit soort tools. Dus daar hangt het een en ander van af. En dan op de volgende slide hebben we nog wat lessen die we eigenlijk meer aan de technische kant, van de achterkant. Dan waren we ook, project is gestart vanuit innovatiebudget. Nou, nu is de tool in de lucht, maar het project is ten einde. Dus we moeten ook met elkaar bedenken van hoe gaan we dit nou onderhouden? Hoe gaan we afspraken maken over wie welke vragen beantwoordt? Nou ja, dat is ook nog een zoektocht die we met elkaar hebben in deze samenwerking. Van hoe ga je dit op de langere termijn ook in de lucht houden? Nou, we hopen natuurlijk dat veel mensen hier gebruik van gaan maken. Want dat is ook wel het doel geweest, hè, om dit soort tooling en dit soort methodes breder beschikbaar te maken. Op dit moment hebben we dus met Tigran en Esri hier aangewerkt. Maar ja, zoals John ook al benadrukt, is de API key opvraagbaar ook voor andere partijen. En eigenlijk wat betreft onze ambities, als een kleine vooruitblik, willen we ook graag naar een gezonde en groene batenplanner. Dat doen we ook in het verband van de data en kennis op gezond stedelijk leven, waarin we samenwerken met een aantal partijen, waaronder ook de provincie bijvoorbeeld. Provincie Utrecht, willen we eigenlijk kijken van, nou, kunnen we nog wat toevoegen aan ook die groene waterplanner, bijvoorbeeld iets over verkeer, luchtkwaliteit of bijvoorbeeld geluid of de milieugezondheidsrisico-indicator. En kunnen we daarmee die groene waterplanner eigenlijk nog rijker maken? En ook worden er in verschillende projecten gewerkt aan big data analyse en kijken we ook hoe we dat een plekje kunnen geven in die groene waterplannen. Dus er zijn nog genoeg ideeën om hier ook mee verder te gaan. Dus nou ja, daar kijken we ook naar uit van hoe we dat kunnen doen. En het liefst willen we dat ook elke keer toegepast doen in casus zoals we dat ook in dit project gedaan hebben. Zodat we ook dichtbij de vraag blijven die vanuit de gebruikers geformuleerd is. En dan wil ik jullie inderdaad via deze weg ook alvast bedanken voor de aandacht. En voor vragen kunnen jullie contact opnemen met ons of natuurlijk een van de andere sprekers. Heel mooi. Dankjewel Joyce. Het was interessant om te zien. Goed te volgen ook. Nou, dan hebben we nu alle presentaties gehad. En ik hoop voor de deelnemers dat jullie een goed en wat completer beeld hebben gekregen over wat er allemaal mogelijk is met die groene batenplanner en hoe dat jullie kan helpen en ook waar je moet zijn. Wil je er meer vanaf weten? Misschien hebben jullie nog wel vragen. Wellicht wil je de opname wel afsluiten dat er een stukje ruimte overblijft voor vragen.